Nou, zojuist een interview gehad bij Radio Soest. Dus, nou, hopelijk zijn er veel mensen, ik weet niet hoeveel mensen er naar Radio Soest luisteren. Maar ik zal het ook nog eventjes hier op dit YouTube kanaal zetten als ik in elk geval het geluid nog kan terughalen. Dus zo hoop ik langzaamaan regionaal mensen ook te inspireren. En ik zou zeggen, ieder die kijkt, blijf vooral kijken. Er zijn nog heel veel filmpjes die op jullie liggen te wachten. Doeg! You're the first, the last, my everything. Barry White, 1974, zou hij toen al gezongen hebben over dat huis aan het kerkpad. Een huis dat inmiddels bijna 100 jaar oud is, waarvan je gaat afvragen van hoe ga ik dat verduurzamen? Nou, iemand die vraag kan beantwoorden, die hebben we aan de lijn. Want hij heeft dat gedaan, of hij is er misschien zelfs nog mee bezig. Gerjon Lagendijk. Goedemorgen, Gerjon. Goedemorgen. Ja. Inderdaad. Waarom vielen jullie voor dit huis? Nou, eigenlijk is het... We vielen niet eens voor dit huis. Ik denk zoals zoveel die in de afgelopen, denk ik, 2-3 jaar een huis wilden kopen, die hebben natuurlijk ervaren dat dat best ingewikkeld is. En zo ook voor ons. Dus we hebben heel veel andere huizen bekeken. En die, dat is uiteindelijk niks geworden. En dit is een huis die we via via op het spoor kwamen. En het grote voordeel was dat het dus nog niet op Funda was. En we dus ook veel tijd hebben gehad om na te denken wat we ermee wilden. Dus zo zijn we uiteindelijk hier aan het kerkpad terechtgekomen. Maar op één moment besluiten jullie, yes, dit gaan we doen. En waarom juist dit huis? Juist dit huis. Nou, het was een, we waren op zoek naar een grotere tuin. We zijn op zoek geweest naar toch wat meer rust. We komen uit Utrecht, 2 kleine kindjes. En waarom dan dit huis? We hebben denk ik een half jaar tot 3/4 jaar bedacht hoe we in dit huis zouden kunnen wonen. Wat de verbouwingsmogelijkheden zijn. En uiteindelijk dan ook van ja, maar als we hier dus de komende 10, 20 jaar onze toekomst voor ons zien. Wat gaan we dan doen aan verduurzaming? En daar zagen we toch wel wat mogelijkheden in dit huis. En na veel plannenmakerij met architecten, met mensen die ook de financiën konden regelen en ook veel zelf research te doen, hebben we toch gekozen om hiervoor te gaan en het zeer grondig aan te pakken. In welke staat verkeerde het huis toen jullie het kochten? Het was behoorlijk gedateerd. De meeste plekken boven in elk geval enkel glas. Beneden soms nog dubbel glas. Het zag er netjes uit, maar echt gedateerd. Ik denk dat de meeste mensen, ik denk dat 90-95% van de mensen hier niet zomaar ingetrokken waren. Dus dat was ook voor ons de reden om te denken van ja, als we dan toch moeten gaan verbouwen. Hoe ga je dat dan doen? En op welke manier doe je dat? Op welke manier doe je dat, omdat het ook nog toekomstbestendig is. Nou is het verbouwen van een huis iets dat doorgaans betekent dat je tegen onvoorziene problemen aanloopt. Hoe is dat in jullie situatie gegaan? Nou, ik zou zeggen dat ik denk de meeste onvoorziene problemen. Ik zou zeggen denk ik dat we het meeste wel hebben gehad. Het voordeel was dat ik wel een aannemer in de hand had die het goed vond dat ik meekluste. Dus ik heb van mijn werk een half jaar vrij kunnen nemen. En dus veel onvoorziene problemen hebben we ook letterlijk samen tegen het lijf gelopen. En dan sta je er naar te kijken en dan kijk je hoe je het oplost. En dat gaat vooral bij het isoleren van zo'n woning. Hoe doe je dat? En voor hem was dat ook nog behoorlijk ingewikkeld van... zo'n oud huis, en dan sta je ervoor. Veel van die onvoorziene dingen die hebben we dus gaandeweg opgelost. Maar over het algemeen denk ik dat het van een redelijk, maar goed, dus een positieve inslag denk ik, als ik zo terugkijk, van een leien dakje is gegaan. Nou heb je, lees ik in een artikel in de Soester Courant, ja. Heb je gekozen voor een aannemer, je noemde het zelf ook al, die het goed vindt dat je meeklust. Ja. De aannemer die jou hier ondersteund heeft, is dat een aannemer uit deze regio? De regio Utrecht. Dus iemand in Utrecht, die kende hem al, want hij had de verbouwing ook in ons huis in Utrecht gedaan. Dus dat hielp. Dus hij wist ook een beetje wat ik kon. De regio, het is niet de regio Soest, dus maar wel regio Utrecht. Ja. En zij waren met z'n tweeën, ze hebben met z'n drieën.
En uiteindelijk nog met z'n vieren met een stagiair hebben we hier gewoon de hamers en de schroeftollen ter hand genomen. Je wilde het huis verduurzamen. Hè? Ja. En in hoeverre heb je jouw doelen nu allemaal kunnen realiseren op dit gebied? Ik zou zeggen dat ze allemaal gerealiseerd zijn. Er is nog één openstaand punt. Dat zijn zonnecollectoren die nog op een dag staan en aangesloten moeten worden. Maar het is in elk geval zo verduurzaam dat ik klaar ben voor de klimaatdoelen van 2050. Waar we als Nederland van het gas af moeten. Van het gas ben ik al en de aansluiting is verwijderd. En alle isolatiemaatregelen die je kan bedenken zijn toegepast. Dus wandisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie. Uiteindelijk verwarmen we het huis met een warmtepomp. En liggen er ook nog een behoorlijk aantal zonnepanelen op het dak om te zorgen dat de stroom die we dan gebruiken, dat die ook zoveel mogelijk groen wordt opgewekt. Dus dit huis is, zoals u al zei, bijna 100 jaar oud en toch van het gas af. Dus het is een hele opgave, denk ik, als je het doet zoals wij het gedaan hebben. Maar het kan wel. En dat is ook iets wat ik toch wel met dit levensexperiment wilde laten zien. Dus ik heb veel van die filmpjes, veel van de dingen heb ik gefilmd. En die staan ook op YouTube, Gerion gaat gasloos. Om toch mensen te kunnen inspireren om waarschijnlijk niet zoiets groots te doen, maar in elk geval onderdelen daarvan wellicht ook op hun eigen huis toe te passen. Als je nu even terugkijkt, hè, want jullie wonen inmiddels op het kerkpad. Ja. Met de kennis van nu, zou je het morgen weer doen? Zeker. Ik vraag me af of ik het weer... 100%. En als je erin zit, dan beantwoord je deze vraag volledig anders. Maar als je eenmaal erachter staat, dan denk je van ja, dit is toch iets wat ik ook zo weer zou doen. Want het is gewoon een hele grote ervaring. Dus dat is voor mij. Maar ik denk ook, deze situatie waar we nu in zitten met deze gasprijzen, dat had ik natuurlijk niet kunnen voorzien. Maar dat het steeds duurder wordt, de energie, dat is natuurlijk iets wat veel mensen toch wel zien. En dan zijn dit soort manieren om je huis te verduurzamen, denk ik, ook steeds aantrekkelijker financieel gezien. En het lijkt mij dat de bevrediging van het feit dat je over het feit dat je het voor een belangrijk deel uit je eigen gedachten is gekomen, uit je eigen handen is gekomen, daar geniet je de komende jaren van. Wij wensen jou Zeker. Heel veel woongeluk over een reeks van heel veel jaren met jouw gezin. En geniet ervan. Welkom in Soest. En goed dat je de mensen laat zien dat ook zo'n heel erg oud huis van bijna 100 jaar oud toch heel goed te brengen is tot een staat waarin jullie het hebben gebracht. Ja. Dank voor ons gesprek. Ik zou in iedere oproep kijken even naar de filmpjes. Wellicht raak je geïnspireerd en kan je onderdelen die wij hebben toegepast ook op je eigen huis toepassen. Nou. Gerion gaat gasloos. Heel goed. Ja. Gerion, dank voor vandaag. Geniet van het mooie dag hier in Soest met de kinderen en je vrouw. En maak er een mooie dag van. Geniet ervan. En nogmaals, heel veel woongeluk over een reeks van jaren gewenst. Insgelijks, succes met de show. Dankjewel.